Hartelijk welkom heren Willem Brouwer van Berkum en onze Jan van den Berg van Hunsveen. We hebben hier vanmiddag een wedstrijd gezien. Eerste half uur, een bepaald gezicht. En daarna, Willem, voor jou de eerste helft. Ja, dan eerste half uur. En volgens mij was het toen mijn ploeg in voetbal waren wij. Daar waren we heel blij mee, was goed. En alleen maakte maar één goal. Dat was te weinig. En gaandeweg de eerste helft vlak voor rust, dat je ons iets meer doen. De mensen weten het beter. Ik denk dat het iets meer controle kregen. En door een vrijstaande situatie vrij knap 1-1 maken. Ja, dan ga je een beetje beroerd, rust in. En kun je na geen rust dat je nog dingen wegzetten of veranderen. Eerst helft was eigenlijk voor ons ook lang als teleurstellend wat betreft de ruststand. Maar eerst half uur gewoon geweldig voetbal. Ja, dat ben ik met je eens. En Jan, zoals jij naar de eerste helft gekeken en dan ook dat ja, eigenlijk de eerste half uur. Wat ging toen door je hoofd? We werden weggespeeld. Dat is wel te zeggen, ja. En daar kun je alleen maar van genieten. Ik heb ook van genoten, eerlijk gezegd, als je zo kan voetballen, dat je met rekenen. Maar je was op die moment redelijk vaak een moment dat je dan ook al aan de lijn nog probeerde het een en ander door te geven. Nou, volgens mij juist niet. Volgens mij was dat pas de tweede helft. De beide trainers worden nu van bier voorzien. Dan geven ze spraakwater, want dan hoef ik in ieder geval niet iets te zeggen wat niet juist weet. Maar Jan, dan heb je het eerste half uur. Dan toch nog net voor rust. Dan het laatste begin van de eerste helft dat zij niet meer in de wedstrijd komt. Maar hoe breng je dat dan in de rust op die jongens over om verder te gaan? Nog net 1-1 met de rust. Ja, ik vind dat wij ook niet zo echt door voetbal beter in wedstrijd kwamen, moet ik zeggen. Ik heb meer door werken niet lastiger. En daar kregen we wel wat mogelijkheden door. Als je naar de kans van de eerste helft kijkt, denk ik zelfs dat we een gelijk aan de kans hebben gehad. Peter Huig die schuift het goal door, komt die op de goal schiet, maar 4 meter voorlang schiet. En misschien hadden we een paas gegeven op de tweede paal. Maar weet je, en we komen eigenlijk best gelukkig door een vrije trap komen op 1-1. En dan ga je de rust in en dan zeg je eigenlijk alleen maar, ja joh, weet je, laat het zo doorgaan zoals we nu deden de laatste keer. Dat deden we op de tweede helft ook, om een wissel toe te passen, om meer controle op middenveld te krijgen, om meer snelheid te brengen, daar vond ik ons wel moeite mee hadden. En toen waren we de eerste 20 minuten van de tweede helft, vond ik ons wel beter. Maar daarna was het ook alweer over. Wat ik in de eerste helft bij jullie, stonden de twee buitenspelers echt buiten. In de tweede helft was het regelmatig dat ze er duidelijk wat minder waren. Klopt dat? Dus niet zo vrij voor die lange bal, die erg zuiver waren van jullie. Ja, we gaan helemaal wat je erbij bedoelt. De buitenspelers van jullie, die eerste helft, stonden ze regelmatig vrij en kregen ze die bal echt via een goede diagonaal of een dieptepaas in de voeten. En dan werden ze juist zo gevaarlijk met lopen aan de bal. Ja, weet je, dus de half uur dat Jan niks gedaan heeft, heeft hij heel goed nagedacht hoe hij dat oplossen. En twee had waar ik vredig denk ik beter geïnstalleerd hoe ze dat moeten aanpakken. Plus dat we twee had ook te weinig die kostbare gebruikt hebben. En als je dat eerst had aan het goed gaat, moet je daar weer doorgaan. Ik heb altijd bij ons iets wat je goed kunt, moet je vaak doen, maar wat je niet goed kunt, moet je zo doen. En twee had deden we veel meer doen. Plus dat vooral onze linkerkant Chris, die super gevaarlijk is in zijn acties, etc. Je zat nu kijken in de wedstrijd, dat lukt dat allemaal net niet. Dan word je afhankelijk van één zijkant, of van boven door het centrum, combineren door het centrum. Ja, en dat was redelijk druk, vooral naast een half uur weer. Want ook toen hebben we, denk ik, nog wel even aangezet, we hebben risico genomen, we zijn 1-1 gespeeld. Omdat de trainer werd, die denkt van, 1-1 is leuk, pak je punt. Maar wij vonden dat we nog zouden kunnen winnen. En ze voelden we risico nemen, dat hebben we gedaan. Maar ja, we pakken deze keer niet goed uit, dat ook. En Jan, met zo'n 1-1 start je in de tweede helft en dan... Sorry. Het gebeuren met dat je
Ga je dan echt nog voor de winst? Of denk je op het laatst van, als we een punt op gaan houden? Nou, ik vind dat wij door met name de eerste 20 minuten in de tweede helft, dat wij goed stonden. En met name in het middenveld dat we stonden. En je zag op een gegeven moment, zeg maar in de 10 minuten daarna, dat ons middenveld heel erg uitstapte op het middenveld die zich aanboden. En het gaf heel groot op het middenveld tussen de verdediging. Toen werden ze weer gevaarlijker. Er zat twee hele grote kansen, vond ik. Laatste kwartier heb ik weer heel compact gehouden. Met name de twee middenvelders weer kort voor de verdediging aan het voetballen. En eigenlijk gewoon ook wel gezegd, ja, 1-1 is mooi tegen Berken. Het is gewoon een hele goede ploeg, de beste ploeg die we tot nu toe hebben gezien. En ook wel daardoor geprobeerd om te zeggen, we houden wel drie mensen voor in. En wel gewoon voor de winst te voetballen. Dat hoeft niet altijd door vol druk vooruit te zetten. Ons plan was eigenlijk om druk vooruit te zetten. Dat was geloof ik na 12 seconden was het over in de eerste helft. Ze waren gewoon klasse beter. En dan kun je zeggen, ja, kunnen we dan winnen door die tweede helft druk vooruit te zetten? Ik denk van niet dan. Dus dat moet je dan ook niet doen, omdat het gewoon een te goede ploeg is om dat te doen. Dus hebben we het gedaan op een andere manier. En daardoor wel twee hele grote kansen gecreëerd. En met name toen hun meteen 1-1 gingen voetballen, kregen we een hele grote kans van Kevin. En in de tweede minuut met Peter Huygen. En ja, weet je, hun krijgen twee hele grote kansen, wij misschien anderhalf. Ik denk qua kansverhouding tot bijna evenveel kansen hebben gehad, maar qua voetbal zijn ze gewoon een stuk verder. Dan mag jij zeggen of het juist is. Willem, hetgene van Nunspeet dat zij bij een spelmoment een spelervatting in cornerbal bijvoorbeeld, dat Nunspeet dan bijvoorbeeld een rechtsback naar voren stuurt. En dan vanwege de snelheid. Dat ging een paar maal, of Kevin naar voren, nummer 11 van Nunspeet. Dat ging een paar maal bijna mis voor jullie. Ja, dat zijn keuzes die je maakt. Je kunt niet op buiten de rest zijn, je kunt achterin, je kan niet meer het spel achterin vervangen. Je bent niet dat risico. Het heeft ook te maken met dat gevoel hebben dat we laag in voetbal. Dus dan neemt dat risico ook als het misgaat. Dat het vaak gebeurt. Dat je voor jezelf mannetje over hebt. Voetbal is niet alleen maar spel van zekerheden. Ik denk ook dat je die risico moet nemen als je wil. We hebben een goed team en een goede groep. We staan niet voor niks waar we nu staan. We willen graag op deze niveau al. Ja, en daar horen ook risico's bij. En als je het wil bereiken, moet je risico nemen en doen. Aan de andere kant wisten we ook dat dit een keer zou gaan gebeuren. Als je zo weer achter elkaar in drie tegen zijn neus in, waar je twee gewoon drie steeds. Daarover komt dit je ook. En dat is dan een compliment van ons. Wij staan weer eventjes, de jongens zijn teleurgesteld, maar dat is een goed teken. Dat je normaal als je speelt in de uitwedstrijd. Normaal zou je uit, denk ik, een beetje tevreden zijn bij zijn. Thuis weer naar uit, alles leiden, kom je heel even. Jongens hebben teleurgesteld, dat is goed. En dan gaan we deze week weer aan de slag en doen we volgende week de draak oppakken. Volgens mij zijn we zelfs een uitgelopen beter verloren. Dus wij hebben een goede zaterdag. Oké. Jan, de opmerking die dit net maakte. Ja, voor het publiek pakt het nog wel goed uit. Dat wisten we een snelle jongen naar voren. Zoals Vierink, die dan een keer voor staat. Een cornerbal. Of de een of andere cornerbal. Dat is een praktisch gebeuren wat op zich bijna goed uitpakt. Ben je voor de goal? Ben je een glazen woord? Ja, dat is mooi. Je krijgt met je team net een compliment. We zijn de eerste die hun punten afpakken. De vraag kan Willem. Directe promotie. Kampioenschap. Daar gaan we voor, ja. We zijn goed op weg. Ik heb namelijk ook tegen de jongens gezegd. Als je ziet, denk ik dan wel eens met punten. Nusbeetjes blijven met punt. Wij niet, maar aan de andere kant zeggen we ook iets over ons. Nusbeetjes was vooral ook een van de titelkandidaten. Nusbeetjes, Go Ahead Kampen, noem ik op. Waar ik nog 4-5 plus genoemd. Als het eens aan de thuiswedstrijd blij is met de punten tegen ons, dan mag ik dat zijn een compliment. Oké, en Jan, wij blijven dingen achtervolgen of pakken ze? Nou, je moet gewoon reëel zijn. We hebben te veel punten laten liggen. Drie wedstrijden van elkaar verloren. Te veel wedstrijden met 10 man geëindigd, 3 wedstrijden. We staan in staat en ik dacht, we hebben 2 zoveel punten als dat wij hebben nu. Dus je moet heel reëel zijn. Dat is maar lekker bovenaan eerste worden. Wij moeten gewoon voor de top 3 gaan. En dat horen wij ook, vind ik, qua voetbal, ook qua team. Ik heb nog niemand gezien die ons echt van de mat heeft gespeeld. Met uitzondering van het eerste half uur vandaag. En gewoon een hele goede ploeg. En daar moet je alleen maar van genieten. Dus vertrouwen in de toekomst. Absoluut. Dankjewel. Beide heren, hartelijk bedankt voor dit commentaar.
Dit was het vanuit de Business Club van de voetbalvereniging Nunspeet. Eerst nog even liefst beide heren met een druk voor de toekomst. Veel succes. Thanks.